Suriname heeft genoeg mogelijkheden om groene ontwikkeling teweeg te brengen. Dit zei Ben De Leon, ecotourism consultant van het Amazone Conservation Team, ACT, Suriname vandaag bij de tweede dag van de United Business Fair 2024 in het Jacana Hotel. Groene ontwikkeling verwijst naar een duurzame benadering van economische groei en vooruitgang die gericht is op minimalisering van milieueffecten en bevordering van behoud en duurzaam gebruik van hulpbronnen. Om bij te dragen aan groene ontwikkeling voert het ACT een community-based tourism project uit in het Matawai-gebied. Nou, en toerisme is bij uitstek een manier om duurzaam inkomsten te genereren voor de binnenlandse gemeenschappen, terwijl de natuur beschermd wordt. Dus om die reden zijn we hier vandaag. We praten het ook in een breder kader. Wij zien als ACT mogelijkheden voor Suriname om green ontwikkeling, een green development teweeg te brengen. En dus vanuit de green development een green economy. En toerisme past daarbij uitstek natuurlijk bij. En vandaar dat wij dus met dit project zijn gestart. Het houdt in community-based tourism, oftewel gemeenschapstoerisme. En dat is niets anders dan voor, maar vooral door de gemeenschap zelf. De Leon ziet in ownership een belangrijke rol weggelegd bij deze projecten. Als voorbeeld zei hij dat de toeristische oorden eigendom moeten zijn van de bewoners van zo'n dorp. Daarnaast zijn er volgens hem ook andere zaken die van belang zijn. Twee is dat er dorpelingen daar werken. Maar drie, en dat is bijzonder, is dat er een structureel vast deel van de inkomsten gaat naar de gemeenschap in de vorm van een fonds. Dus dat maakt dit project erg uniek. Een ander kenmerk van het project is dat wij gaan proberen om in één keer een nieuwe toerisme destinatie tot ontwikkeling te brengen voor Suriname. Dus niet gewoon een oord of een resort, maar een gehele destinatie, zoals de Boven Suriname Rivier of Kommerwijnen ook toerisme destinaties zijn. Ja toch, daar zijn er veel toeristische activiteiten geconcentreerd. Het is zeg maar een toerismezone. En zo willen wij een nieuwe zone creëren voor Suriname, om toerisme in Suriname dus de kans te geven om, beter zichzelf te profileren op de internationale markt. ACT wilde volgens De Leon met hun presentatie bij de United Business Fair 2024 anderen bewust maken van de voordelen van groene ontwikkeling. De United Business Fair 2024 duurt tot en met morgen 10 maart.